Er rijden de komende week geen streekbussen in de regio. Het streekvervoer staat vanaf maandagochtend 25 juni in het hele land voor onbepaalde tijd. Dat meldt de FNV. Volgens de vakbond weigeren de werkgevers om nieuwe afspraken te maken over de cao. De streekvervoerders willen een vermindering van de werkdruk en een hoger loon. Al maanden vinden er onderhandelingen plaats tussen FNV streekvervoer en de werkgevers. Volgens de vakbond geven de werkgevers niet thuis en daarmee kiezen ze zelf voor een verharding van de acties in het streekvervoer. Aldus Paula Verhoef, onderhandelaar van FNV.